Mijn naam is Ankie Stoop, ik ben 19 jaar en ik ben enorm veel fan van Harley Quinn. En een karakter uit de animatieseries van Batman en het vriendinnetje van de Joker. Mijn naam is Bram, ik ben 30 jaar, ik kom uit Tilburg en ik cosplay nu inmiddels 10 jaar. Ik ben Ria, ik ben 27 jaar oud en ik doe nu al 11 jaar een cosplay. Cosplay is voor mij een manier om uit de realiteit weg te komen. Als ik mijn Harley Quinn kostuums aan heb, dan verander ik compleet. De persoonlijkheid is anders. De normale mij, die verplichtingen heeft, gaat in de huid van Harley Quinn zitten, die gewoon knettergek is en alles doet wat ze wil. Ik game zelf heel veel, ik kijk graag films. En als ik daar gewoon een gaaf kostuum in zie, wil ik dat gewoon namaken. Ik vind het gewoon zo leuk, dat hele proces. Dat je gewoon met een lap stof begint en dat je eindigt met gewoon een heel gaaf kostuum. Het stof dat mensen herkennen van, oh jij bent die. En weer al een vrolijkheid en een enthousiasme daarvoor te zien. Je presenteert jezelf als een karakter dat je zelf niet bent. Doordat je mensen tegenkomt die je herkent, die jou ook herkennen, heb je ineens een klik, een band met mensen die eigenlijk vreemden voor je zijn. Harley Quinn reporting for duty, sir! I was just about to call you. Wat ik heel erg bewonder aan Harley is, ze doet wat ze wil. En het kan helemaal niks schelen wat andere mensen van haar denken. Ze maakt gewoon haar eigen keuzes. En zelfs als dat ten koste gaat aan haarzelf of aan de mensen voor wie ze houdt. Ze doet het gewoon. En aan de ene kant bewonder ik dat heel erg, omdat ik dat zelf niet zou doen. Misschien heel egoïstisch, maar ik zou eerder aan mezelf denken. Maar Harley die doet het gewoon niet zoiets van, het zal wel, ik zie wel wat er gebeurt. You say I'm a criminal. They say I'm a hooah. Well, I'm sick of other people telling me what I am. De obsessie van Harley is begonnen bij mijn vriend, die al vaker naar conventie is gegaan. En toen even later zei van, hey, deze conventie is er nog. Zullen we er met een groepje heen gaan? Deze Harley Quinn is van de nieuwste Harley Quinn. De Harley Quinn van de anime Batman Ninja Movie. Deze Harley is gewoon erg speciaal, omdat ze heeft alles wat ik zou willen hebben. Ze heeft de ninja aspecten. Ze is Harley zelf gewoon nog steeds. En ze heeft gewoon een mega grote hamer die ik nog niet eerder voorbij heb zien komen. Het is alles wat ik zou willen. De aandacht geeft me heel veel zelfvertrouwen. Want het laat zien dat mensen ook zien dat ik veel van mijn cosplays hou. En het geeft mij nog meer motivatie om dan dingen te maken, waardoor nog meer mensen gaan zeggen, wow, wat mooi. Nou, ik ben helemaal weg van World of Warcraft. Daar heb je een klas in genaamd Demon Hunters. Dat zijn, dat waren ooit elfen, maar die hebben voor extra kracht, hebben ze een soort deal gesloten met demonen, waardoor ze deels demon zijn geworden, maar nog altijd voor het goede vechten. Het leuke daaraan vind ik, andere mensen vertrouwen ze gewoon niet. Andere mensen denken dat ze vieze overlopers zijn of dat er nog altijd iets van kwaad in hun zit, omdat ze ook deels demon zijn. En dat, ja, dat conflict, dat vind ik heel interessant. Het leuke aan het zelf maken van die kostuums is, het geeft wel een voldoening dat je zoiets afkrijgt. Hè. Het is niet iets heel makkelijks om te maken en daar zit heel veel tijd in. En je komt altijd van die uitdagingen tegen, gewoon dingen die wat moeilijker zijn om te maken. En waarin je in eerste instantie ook geen idee hebt van hoe je dat nou moet gaan doen. En zodra je dat vindt, het antwoord daarop vindt, iets vindt dat werkt, dat geeft gewoon veel voldoening. Het is wel een achievement, zeg maar.
vind het wel een van de vetste momenten als fans van het spel naar me toe komen. En dan vragen of ze met me op de foto willen of mogen. Omdat ze het gewoon heel graag thuis willen laten zien. Van kijk, ik stond met een Demon Hunter op de foto. Dat is altijd wel tof. Het is het waard omdat het uiteindelijk inderdaad wel die voldoening geeft. Dat je er uiteindelijk wel het idee hebt van nou kijk, dit heb ik dan toch wel zelf gemaakt. Zelf cosplay ik nu inmiddels al een jaar of 10. En buiten het cosplay om heb ik ook een webshop, Cosplay Clues. Zo, een laatste stukje. Ik doe dit nu gewoon fulltime. Ik werk fulltime dus gewoon in de shop. Om gewoon nieuwe materialen uit te testen. Onderzoeken te doen wat eventueel handig zou kunnen zijn. Dus binnen de cosplay scene. En tevens maak ik ook nog steeds gewoon een hoop kostuums. Gewoon voor mezelf en soms in opdracht. Nee, zelf haal ik al mijn inspiratie een beetje uit videogames en uit gewoon films. Want ja, ik moet zeggen, ik ben echt een groot fan van fantasy games. En gewoon alle kostuums die gewoon daarin zijn gewoon zo gaaf ontworpen allemaal. Dat ik zie van ja, dat wil ik ook gewoon maken. En zeker bijvoorbeeld in Guild Wars ook. Ik speel nu een ranger. Hij heeft een medium armor, dus gewoon leer armor. Dus ik dacht van ja, dat kan ik ook gewoon maken uit gewoon echt leer. Het is zeker een uitdaging om gewoon iets na te maken wat gewoon in de videogames zit. Want sowieso de hele verhoudingen kloppen gewoon niet. En dan ga je er wel van voor om gewoon wel hetzelfde kostuum gewoon te maken zoals je daar staat. Ja, wat betekent dat je soms wat moeilijker kan bewegen. Want de verhoudingen zoals die daar zijn wil je wel zo goed mogelijk namaken. En dat zorgt ervoor dat sommige kostuums best wel oncomfortabel ook zitten. Ja, dat houdt het ook wel weer leuk. Het heeft ook zijn nadelen van je hobby je werk te maken. Je bent continu gewoon wel hiermee bezig. Dus echt gewoon 24/7 is het gewoon alleen maar dit en meer is het eigenlijk gewoon niet. En op een gegeven moment is het ook gewoon veel meer het moet dan dat het op een gegeven moment echt leuk is om gewoon er druk mee bezig te zijn. Dus het moet gewoon wel. Dus wordt het echt een uitdaging om wel weer je drive eruit te kunnen halen. En weer het leuk te maken voor jezelf door nieuwe uitdagingen te vinden. Leuk aan conventies en fairs is de sfeer die er hangt. Het is toch een stuk anders dan als je met een groepje cosplayers de straat op gaat en daarbij heeft mensen het overlast. Maar daar kom je samen. Dat is afgesproken, onafgesproken code van oké, iedereen is een kostuum en dat is oké. En ja, dat is gewoon tof. Conventies is niet alleen maar om jezelf te laten zien en om jezelf te uiten, maar ook gewoon om je vrienden weer te zien en om weer gewoon lol te hebben met die mensen die je hebt ontmoet. Op een conventie, vooral als Harley, ben ik heel anders. Ik ben sowieso altijd al een beetje spontaan, zeg maar. Maar op een conventie als Harley is dat echt gewoon onuitstaanbaar af en toe. Want Harley is gewoon onuitstaanbaar. Misschien dat het komt dat ik acteren ook gewoon heel leuk vind. Dat ik daarom als Harley gewoon helemaal los ga. Want zo kan ik in het dagelijks leven niet zijn. Wat doen jullie hier? Cosplay. Ja, en juist daarom. Wat is hier nou leuk aan? Alles. Ja, wat niet. U dacht, ik doe een hoedje op en dan is het mij genoeg? Ja, je kan ook gewoon casual gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Zie ik hier een boel mensen, daar heb ik niks mee. Maar zoals jij verkleed bent, ja, daar worden we wel vrolijk van. U dacht, ik trek een boerka aan met een zwaard? Nou, als je zo gaat beginnen, van je leuk, toch? Wat zei die? Wat zegt u? Die jongens zijn gewoon asociaal. Gewoon asociaal. Ik weet al wat die doen. Die zijn eigenlijk aan het uitlokken dat mensen de meest beschamende en verschutzettende antwoorden geven. En gebruiken ook alleen maar die naarste momenten. Dit soort films geeft gewoon echt een heel vertekend beeld weer. Juist gewoon dit soort evenementen, zeg maar, het is gewoon één grote familie. En op dit soort films krijg je dat beeld totaal niet. Dan lijkt het echt gewoon één grote debiele show die gewoon iedereen maar een beetje in een vreemd pakje rondloopt. Maar dat zijn we niet. Maar hoe kom je dan toch op het idee om zo'n hoedje op te doen? Ik kan het stemmetje vrij goed nadoen. Nou, ben ik heel benieuwd.
Ohana betekent familie. Dan zoeken ze ook de mensen uit die er gewoon net wat raarder uitzien, waarvan ze weten dat ze gewoon hele rare reacties gaan krijgen. Er zullen ook mensen zijn in Nederland die kijken en denken, jezus, waar de idioten. Ja, kan wel zo zijn, maar ja, iedereen heeft zijn eigen ding. Ik snap dat mensen het raar vinden. Als jij het nog nooit gezien hebt en je bent nog nooit op Comic-Con geweest of een anime-conventie, dan is het raar inderdaad. Maar niet uit, vreemd is niet erg toch? Vreemd houdt de wereld ook interessant. Het zou echt saai zijn als iedereen altijd hetzelfde is en altijd maar normaal probeert te zijn. En passie voor cosplay is ontstaan toen ik 16 was. Toen zat ik nog op de middelbare school daar en zelf had ik niet veel vrienden natuurlijk. Ik was een beetje buitenstaander, iedereen omhoog. Ja, stoere normale pubers. Ik was altijd heel erg kinderachtig. Ik ben nu 27, dus als ik me een paar jaar jonger gedraag, dat boeit niemand. Maar in die tijd was dat wel heel erg. Of ja, daar had ik wel last van. En ik was ook te koppig om mezelf daar helemaal op aan te passen. Op de middelbare school deed ik nog geen cosplay. En dat ben ik pas gaan doen het allerlaatste jaar in de vierde. En daarna doorgegaan naar de grotere scholen, zeg maar. En in die jaren voelde ik me gewoon heel erg kut. Ik heb me gewoon altijd heel kut gevoeld in die jaren. Misschien dat het ook door andere dingen kwam, maar zodra cosplay in het oog kwam en dat erbij kwam, heb ik zoveel creativiteit daarin kunnen steken. Zoveel liefde en zoveel gewoon van mezelf, dat ik ook heb gezien van ik kan dit. En als ik dit kan, kan ik nog veel meer. Ik doe het zelf graag om ook om eventjes helemaal af te schakelen. Hè? Helemaal weg te zijn ook van de dagelijkse sleur en het dagelijkse leven. Als je veel deadlines hebt, vaak die conventies die ik opzoek zijn dan ook, die vallen buiten schoolperiodes om. En dan als je dan terugkomt, dan heb je ook echt het idee dat je een tijd weg bent geweest. Een soort van goedkope vakantie of zo. Cosplay heeft mij echt heel veel gebracht. Het heeft me gewoon echt de zelfvertrouwen gegeven om mezelf te zijn. Ik draag heel veel kleding die geïnspireerd is uit Japan, zeg maar. Van die modes. Gewoon heel veel kleur, heel uitbundig, heel aandachttrekkend. En dat had ik nooit kunnen doen als ik die zelfvertrouwen van cosplay niet had gekregen. Cosplay heeft mij in het verleden al vrij veel gebracht. Ik ben op plekken geweest waar ik anders nooit had kunnen komen. Ik heb promotie gemaakt voor videogames, voor films. Echt gewoon geweldige dingen dit. Cosplay heeft mij door de jaren heen heel veel vrienden opgeleverd. Mensen die ik heb leren kennen, waar ik nu nog contact mee heb. Ik vraag me af en toe af wat ik zou doen op dit moment als ik cosplay niet had. Wat zou ik dan in mijn vrije tijd doen? Ik heb een vrouw leren kennen hierdoor. En we hebben gewoon ons werk hiervan kunnen maken. En dat maakt het gewoon zo leuk om te doen en ook uit te dragen. Ik zal hier zeker mee door blijven gaan, want het is gewoon te leuk om mee te stoppen. Het lijkt me heel tof om steeds moeilijker en complexere kostuums te maken en daar de grenzen op te zoeken en kijken wat krijg ik allemaal voor elkaar om te maken. Het lijkt me super leuk om van cosplay mijn werk te kunnen maken en om op conventies te staan en mensen te ontmoeten en je connecties en vrienden gewoon nog meer uit te breiden dan het al is. Want cosplay is gewoon, en dat blijft gewoon, een deel van mijn leven. Als ik oma ben, cosplay ik nog.